Het is verschrikkelijk. Ik moet dingen maar wel loslaten. Ik heb net echt, nou, misschien eens maar 3 uurtjes geslapen, maar ook in een tijd waar ik niks aan heb. Het is nu 3 uur 's nachts. Het is niet mijn pad. Ik heb iedereen verteld wat ik moest doen. Ik heb iedereen verteld wat ik dan maar heb gezien. Omdat ik zelf vind dat ik zo wakker ben. En door wat er gebeurt met mij, zie ik die vieze spelletjes ook gewoon. En kan ik gewoon echt niet aan meedoen. Ik kan niet meedoen met kwaad, ik kan niet meedoen met alles wat daarvoor heb ik alleen maar lopen scheidsrechteren, alle problemen oplossen en zo. Het is dan maar verloren dat. Als mensen wel bij hun bewustzijn komen. Of ik, ja. Ik ga dat loslaten en ik heb nou gewoon door. Het is mijn pad gewoon niet. Het is echt een dwaalspoor geweest, echt een vangnet. En het is de bedoeling juist dat je zo snel mogelijk uit dat vangnet vandaan komt. TV weggooien en geen mensen meer volgen. Vriendjes is leuk, hè? En als je dingen wat jij wil doen, iets met organiseren en zo, moet je dat doen. En als jij het idee hebt dat je moet streamen en de mensen info vertellen die eigenlijk alle info al weten omdat ze dat zelf zoeken, ga dan gewoon praten met elkaar en niet elkaar opfokken en bang en boos maken. December komt eraan. En niet alleen in die laatste 10 dagen gaan er dingen gebeuren. Er gaan echt dingen eerder. Ik zou echt jezelf gaan vinden, vaker mediteren. En echt, als je iets denkt, dan kan je toch even naar je lichaam luisteren. Voelen wat je voelt. En als jij iets in je lichaam voelt, dan kan je toch even over nadenken wat je voelt. En je eigen zintuigen gebruiken, dat is echt. Als je naar de tv kijkt of naar je computerscherm, dan laat je je daardoor beïnvloeden. En dan ben je weer niet met je eigen zintuigen aan het kijken. Kijk uit wat je je bubbel binnenlaat. Als ik lastig moet gevallen worden door het kwaad, is het voor het goede wat ik doe. En niet om een strijd die ik ga leveren of zo. En anders dan moet ik nu toch genoeg broodkruimels en zaadjes hier en daar nu geplant hebben. Zodat mensen zelf bij hun bewustzijn kunnen komen. Voor mij is het gewoon. Er gaat licht komen. En dan moet je geen donker om je heen hebben.